waar het mee bezig. Uiteindelijk zijn de ogen dan gericht op volgende week dinsdag. Dan is namelijk de stemming. En niet alleen is daar de stemming in de Eerste Kamer. Dan doet ook de rechter uitspraak in het kort geding dat de gemeente Westerwolde en gesteund door een aantal andere Groningse gemeentes heeft aangespannen tegen het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, vanwege de humanitaire omstandigheden in Ter Apel, om het maar even kort door de bocht te formuleren. Daar wordt dus een soort D-Day-dag voor u. Ja, ik heb ook begrepen dat er een oproep is om vandaag nog de stemming te doen in de Eerste Kamer. Ik denk dat het heel verstandig zou zijn, want dan is er een hoop spanning weg. U roept de Eerste Kamer op vandaag nog te stemmen? Nou, dat is al gedaan. Ik heb begrepen dat de VVD-fractie, tenminste dat hoorde ik op het journaal, en dat zat een betrouwbare bron van informatie voor mij. Ja. Dat ze dat hebben gedaan. En ik hoop dat dat ook gaat gebeuren, want iedereen kijkt wel heel erg naar deze stemming natuurlijk. Juist, dus dat is ook uw oproep. Doe dat vandaag nog. Ja, en maar u heeft verder ook gelijk. Volgende week is zeker ook een heel belangrijke dag, omdat dan de rechter uitspraak doet. Ja. In een wonderlijke situatie dat de gemeente Westerwolde, gesteund door alle andere gemeenten, alle andere 9 gemeenten in de provincie, ja, plus het provinciebestuur, tegen het COA heeft gezegd, zullen we gewoon eens een keer de overeenkomst nakomen die we hebben gesloten. Want 2000 is het maximum, hè? Eigenlijk moet je uitgaan van zo'n 1700, dan kun je ook kwalitatief goede zorg bieden. 2000, dan rek je echt iedereen uit. Ja. Maar dat is echt het maximum. En dat zijn er nu dus 2180, dus 180. U zei net, dat zijn er nog meer geweest. Wat was de piek eigenlijk? Nou, moet ik even uit mijn hoofd, maar ik denk ergens zo rond de 2400 die we met stoom en kokend water nog moeten hebben verspreiden midden in de nacht.